Hey, Jeroen hier van Survivor & Coaches. In het vorige filmpje heb ik het gehad over geloven in jezelf. Natuurlijk moet ik dat een klein beetje nuanceren. Je zult niet altijd direct een geloof kunnen veranderen. En je zult ook niet altijd direct resultaten zien. Maar dan is het goed om te vertrouwen op het leerproces. Voor degene die mijn filmpje Survivor heeft mijn leven veranderd hebben gezien. Die zullen misschien hebben onthouden dat dat de boodschap is waarmee ik dat filmpje afsluit. Vertrouwen op het leerproces. Maar wat bedoel ik daar precies mee? Ik geloof dat je bijna alles kunt leren als je maar genoeg tijd erin steekt en de juiste informatie toepast. Oftewel, veel trainen en slim trainen. Waarom geloof ik dat? Allereerst omdat ik dat zelf heb ervaren. Maar ook omdat talloze andere succesvolle mensen mij zijn voorgegaan. Die twee zal ik even toelichten. Ook in het filmpje wat ik net noemde, heb ik gezegd dat het best wel moeilijk voor mij is om te vertrouwen op het leerproces. Het begon al toen ik best wel klein was, toen ik naar zwemles ging. Ik stond daar met mijn moeder en ik zag al die kinderen die al heel goed aan het zwemmen waren. En ik zei, mam, zullen we dit maar overslaan? Want dit leer ik toch nooit. Toen had ik al zo'n houding. Van ik wil alles meteen in één keer kunnen. En dat kwam ook weer terug bij mijn eerste Survivor Run training. Toen dacht ik ook, dit is niks voor mij. Laat ik dit maar niet doen, want ik word nooit zo goed als die jongens. En moet kijken waar ik nou sta. Niet te geloven toch? Als ik dat kan, dan kan iedereen dat. Dat geloof ik zeker. Het tweede punt wat ik zei is, mensen zijn mij voorgegaan. En dat is ook een belangrijke. Je hoeft niet altijd het wiel zelf opnieuw uit te vinden. Er zijn zat mensen die datzelfde leerproces al hebben doorstaan. Vind die mensen en leer van ze. Dat zou ik kunnen zijn. Maar vind ook andere mensen die hun ervaring kunnen delen. Het liefst meerdere verschillende, zodat je meerdere invalshoeken hebt natuurlijk. Vertrouwen op het leerproces betekent, zoals het nu gaat, zal het niet altijd gaan. Ook dit is maar tijdelijk. Kijk eens terug naar je allereerste Survivor Run training, of een jaar geleden. Hoe deed je toen? En vergelijk het eens met hoe je het nu doet. Hoeveel beter ben je nu? Vertrouw erop dat als je die energie er op een slimme manier in blijft steken, je hoe dan ook beter wordt. Net als ik. Waarschijnlijk word je nog wel beter dan ik, als dat je doel is. Maar laten we eerlijk zijn. Het moet wel je doel zijn. En als je echt zo'n hoog doel wil stellen, betekent dat soms dat je er andere dingen voor moet laten. Nog steeds heb ik het wel eens behoorlijk zwaar tijdens een survival. Zowel lichamelijk, maar dan ook mentaal. Als het koud is, net als nu een beetje, en ik ben verzuurd en mijn benen willen niet meer en ik word links en rechts ingehaald, dan denk ik nog af en toe wel eens, waar ben ik aan begonnen? Wat is dit voor sport? Waar ben ik mee bezig? Hoe kan ik hier ooit goed in worden? Op dat moment raak ik het grote plaatje uit het zicht. Dan vergeet ik dat het allemaal onderdeel is van het leerproces. En dan saboteer ik mezelf eigenlijk. En dan focus ik alleen maar op de pijn van dat moment. Maar achteraf, hoe lekker is het gevoel als je toch weet dat je hebt doorgezet. En dat je achteraf kan kijken, ah, zo erg was het helemaal niet. Het hoorde er allemaal bij. En daardoor ben ik weer gaan groeien. En als je in plaats van die sabotage voor jezelf switch kunt maken en kunt realiseren dat het allemaal onderdeel is van het leerproces, dan zijn moeilijke tijden eigenlijk alleen maar mooi, want het zijn kansen om te groeien. En dat is even een soort van omdenken wat je bij jezelf kunt toepassen. Als het zwaar is, dan hoe zwaarder het is, hoe sterker je eruit kunt komen. Hetzelfde met trainen. Als je het jezelf zwaar maakt, word je alleen nog maar sterker. Dus die principes wil ik je meegeven. Nou goed, terwijl ik dit zeg. En sinds mijn vorige filmpje heb ik mezelf ook natuurlijk aan nadenken gezet. Want is top 3 niet alsnog een veel te laag doel? Waarom zou ik daar genoegen mee nemen? Waarom zou ik stoppen bij top 3? Waarom zou ik niet voor een eerste plaats gaan? Ik merkte bij mezelf dat het nog best wel eng was. Dat ik daar eigenlijk best wel bang voor was om dat doel te stellen. Omdat ik bang was omdat ik het misschien niet zou halen. Ik geloofde er nog niet volledig in. En bij deze zeg ik ga wel eerste worden. Misschien niet dit jaar. Misschien niet volgend jaar. Misschien niet
binnen 10 jaar. Maar dan wel over 20 jaar bij de 40-plus categorie. Ik geloof erop, als ik vertrouw op het leerproces, dan kan ik eerst doen. Natuurlijk, het moet wel je doel zijn. Om zo'n hoog doel te stellen en daar echt voor te gaan. En ja, soms betekent dat je er wel andere dingen voor moet laten. Maar vaak stellen we de doelen juist niet hoog genoeg. Omdat we bang zijn dat we het niet zullen halen. Eigenlijk is dat wel goed om die angst te ervaren. Zie het als een uitdaging. Stel eens een doel voor jezelf dat je eigenlijk bang bent dat je het niet gaat halen. Net zoals ik, eerste plaats. Hoe ga ik het ooit voor elkaar krijgen? Zo'n doel moet je hebben. Voel die angst en maak de keuze om ondanks die angst te vertrouwen op het leerproces. Net zoals ik nu doe. Dan heb je een goed doel te pakken. Een doel moet ergens haalbaar zijn, ja, tuurlijk. Tuurlijk. Maar vaak is dat een stemmetje in ons hoofd dat juist negatief denkt. Dat juist alleen maar focust op die angst. En over hoe moeilijk het wel niet gaat zijn om dat voor elkaar te krijgen. Vergeet dat stemmetje even. En luister naar het stemmetje dat de keuze maakt om te vertrouwen op het leerproces. Nou goed, de oplettende kijker heeft door dat ik door middel van dit filmpje natuurlijk ontzettend grote stok achter de deur creëer voor mezelf. Dat ik dit zo met jullie meedeel, betekent dat ik niet anders kan dan er keihard voor moet werken om het voor elkaar te krijgen. Anders ga ik af. Snap je? Dat is ook een hele belangrijke natuurlijk om een stok achter de deur te creëren voor jezelf. Als je een doel hebt, deel het ook met de mensen om je heen. Dat is in ieder geval wel mijn strategie. En ik hoop dat het daarmee gaat lukken. Wat is jouw strategie? Zie je in het volgende filmpje. Later.